druppelen. Maar ik wil degenen die op tijd zijn gewoon ook belonen door op tijd te beginnen. Dus welkom namens de werkgroep Kennis in de Praktijk bij dit webinar. Hè. Met je handen in de circulaire grondstoffen. Dat is natuurlijk een woordspeling die ik hier niet zal herhalen, maar daar kun je wel iets bij bedenken. Nogmaals welkom bij de Kennis in de Praktijk sessie. Wat zijn dat nou eigenlijk voor sessies? Aangeboden nogmaals vanuit de werkgroep Kennis in de Praktijk. En dat zijn vooral webinars voor en door de operators, de procesvoering, de bedrijfsvoering. Gewoon de mensen die aan de knoppen zitten, zoals ik het dan maar noem, binnen de hele mooie waterketen die we hebben. En vandaag is inderdaad het thema. We hebben al eerder een aantal thema's gehad. Bijvoorbeeld, wat betekent het nou voor het werken in de coronatijd voor de processenoperators? Vorige keer hebben we een succesvolle webinar gehad over centrale sturing, verkeerstoren, centrale regie of niet, heette die nu. En voor vandaag staat dus op het programma het thema alles rond circulaire grondstoffen en wat dat ook betekent voor de procesvoering en de opleiding. Want ja, vroeger, en ik mag inmiddels ook al 26 jaar lang terugspreken, vroeger was het leven eigenlijk binnen de waterketen zo simpel. Hè? Vooral zorgen voor schoon effluent en goed ontwaterbaar slip. En dat was het dan ook. Maar ja, tegenwoordig komen daar veel meer dimensies bij. En een hele belangrijke dimensie is inderdaad, nou, naast de energiereductie, vooral ook energieopwekking en het terugwinnen van circulaire grondstoffen. En dat is dan ook het thema voor vanmiddag. Dit webinar wordt, ik zou bijna zeggen, aangeboden door Koninklijk Nederlands Waternetwerk. KNW is in het kort de afkorting. En ik ga hier geen reclame lopen te maken, maar ik wil de gelegenheid ook niet onbenut laten om jullie toch eens te wijzen op KNW. Het is een onafhankelijk kennisnetwerk voor iedereen die actief is in de watersector. Een hele interessante site waar je ook op kunt inschrijven qua nieuwsbrief met allerlei weetjes en dat soort dingen. Er worden regelmatig van dit soort activiteiten georganiseerd. Dus wat mij betreft is het een heel letterlijk en figuurlijk vruchtbaar netwerk in de watersector om hierbij bij aan te sluiten. Nou, dan misschien dit, een brugje naar dit webinar zelf. Ik zei net al, dit is in die zin een kosteloos webinar. Ook de sprekers die we voor jullie vanmiddag hebben georganiseerd, die doen dat allemaal belangeloos. En daarmee geef ik eigenlijk aan dat dit geen webinar is van hele super moeilijke dingen met breakout rooms en mentimeters en allerlei gecompliceerde dingetjes met whiteboards of weet ik veel wat. Dit is gewoon eens, ik zou bijna zeggen als mensen onderling uit de praktijk ervaringsverhalen met elkaar uitwisselen. En zo zullen zometeen ook drie sprekers voorbij komen. En voor die sprekers is het zelf ook nog een beetje wennen om voor zo'n grote groep een presentatie te houden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat gewoon goed gaat komen. We hebben een drietal sprekers gevonden. Het zal iedere keer ongeveer een 25 tot een half uurtje duren. Eerst een stukje inleiding en daarna is er volop de ruimte voor het stellen van vragen. Voor de vragen werken we wel met de handjes, hè. Dat werkt het meest ordentelijk. En ik zou jullie inderdaad willen vragen om het geluid uit te zetten en de camera wel aan te houden, want dat maakt het toch een beetje interactiever, zeker wanneer je de vragen stelt. We hebben overigens nog even getwijfeld of we deze sessie fysiek zouden kunnen doen of zelfs fysiek of hybride konden doen. Nou, ik ben blij achteraf dat we de keuze hebben gemaakt tot volledig digitaal. Want jullie zullen ongetwijfeld als ik net het nieuws volgen. En nou, volgens mij gaat het toch niet helemaal de goede kant uit met de besmettingscijfers. Dus we doen het digitaal en fijn dat dit in ieder geval zo kan. Wie ben ik? Want dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Mijn naam is René Lambrechts, werkzaam bij het waterschap Brabantse Delta. Lange tijd actief geweest in de waterketen en vanuit die hoedanigheid hier ook aan verbonden. Organiseer dit samen met Wissam Kerkouri, ook in beeld. Wissam, misschien als je heel even zwaait of gedag zegt, dan kom je in beeld. Hallo allemaal, welkom.
Kijk, dat is Wissam. En Wissam gaat mij vanmiddag helpen met deze middag. Zal onder andere het vragengedeelte begeleiden. Maar zij is ook degene die, ik zou bijna zeggen, het echte werk heeft gedaan in de zin van het regelen van de sprekers. Dus mijn rol is slechts het dagvoorzitterschap. Ik kijk even. Volgens mij ben ik niks vergeten. Wissam, ben ik iets vergeten in mijn introductie? Jij bent mijn steun en toeverlaat voor vanmiddag. Nee, de spelregels zijn duidelijk, denk ik. Zodra wij de interactieve sessies starten, dus de discussiemomenten, voel je vrij om je handje op te steken. Mocht je zelf in beeld willen komen en je vraag mondeling stellen, dan graag. Je kan ook je vraag natuurlijk uittypen in de chat en dan zorg ik ervoor dat deze vraag gesteld zal worden aan desbetreffende spreker. Ja, nou, helemaal duidelijk. Ja. Zijn er aan de voorkant nog al vragen of huishoudelijke mededelingen? Want ik kijk even in mijn digitaal scherm. Ik heb jullie niet allemaal in beeld, maar wel een gros. Maar ik zie allemaal geïnteresseerde blikken in het verhaal wat wij gaan vertellen. Ja, en wij beginnen met het verhaal van... Sorry, ik moet even spieken. Met cellulose. Dat is. Ik hoor mezelf dubbel. Dus het verzoek is heel even om het geluid uit te zetten van degene die als laatste is bijgekomen. Ja. Ja, dankjewel. Dat is wat. Ja. We beginnen met het verhaal van Koos Wessels. En Koos is. Directeur, technisch directeur van Salvation, een bedrijf wat al lange tijd actief is, in ieder geval vanuit de moederfirma's, ook in de waterketen. Dat zal Koos straks zometeen uitgebreid zelf toelichten. Maar het onderwerp waar die voor vanmiddag in zoomt, is eigenlijk het hergebruik van cellulose. Hè? Dus de sluiting van wc-papier naar een herbruikbaar en vermarktbaar product. En dat laatste blijkt vooral een uitdaging te zijn. Hij zal jullie een stukje meenemen in de technologie en de techniek ervan. Maar zal vooral ook inzoomen op vanuit zijn perspectief van wat betekent dat nou voor de bedrijfsvoering, de procesvoering en de operating op de zuiveringsinstallatie. Koos, mag ik jou het woord en de presentatie geven? Jazeker. Dank René voor de uitgebreide introductie en ook voor de gelegenheid om iets toe te lichten over cellulose terugwinning en Salvation. Ik hoorde iemand tussendoor. Mijn naam is Koos Wessels. Als gezegd, ik ben sinds 1990 actief in de wereld van afvalwater en ook rioolwaterzuivering. Op het gebied van slipontwatering, slipbehandeling. En sinds 2010 zijn wij druk met onder andere het terugwinnen van cellulose en het opwerken van cellulose naar een vermarktbare grondstof. In het verhaal wat ik vandaag wil vertellen, wilde ik daar iets dieper op ingaan vanuit het perspectief van Salvation. Wat doet Salvation? Salvation, er zit in rioolwater zit een fecaliën besmette grondstof, cellulose, het hoofdbestanddeel van wc-papier. En voordat de markt dat wil hebben, dus voordat je een verkoopbaar product hebt, moeten er wel een aantal dingen gebeuren. Enerzijds ten aanzien van kwaliteit, maar anderzijds ook ten aanzien van het borgingen van administratieve zaken en kwaliteitsbeheersing en logistiek. Nou, daar wil ik iets dieper op ingaan in mijn verhaal. Als je vragen hebt, schroom niet. Ik probeer die tussendoor wel gelijk mee te nemen. Maar eerst iets over Salvation aan zich. Als je cellulose gaat terugwinnen, dan vanuit het perspectief van de zuivering moet dat bijdragen tot een verbetering van zuiveringsrendement. Of het moet in ieder geval bijdragen aan de zuiveringsprestaties, dan wel aan de bedieningsvriendelijkheid. Nou, als je cellulose uit rioolwater haalt, dan
draagt dat voor ergens tussen de 25% en 30% bij aan de COD-vracht die naar een zuivering komt. Dus als je die grondstof eruit haalt, dan bespaar je op vuillast die naar de zuivering komt. Enerzijds in COD-verwijdering, je verwijdert zwevende stof, waardoor je wat extra activiteit krijgt in je biologie. Je reduceert dus de energiebehoefte van, voor beluchting, voor biologische omzetting. Je produceert wat minder slip. Waar wij naar streven is naar een 20% capaciteitstoename of efficiëntietoename in de zuivering. Daarnaast maken wij een hoogwaardige grondstof, cellulose. En als je daarin een kwaliteit benadert of behaalt, dan kun je daar een gecertificeerde grondstof van maken. Dat doen we ook. En ons product heet Recell. Dat is een gedeponeerde merknaam. En wat belangrijk is, is als je die cellulose ook als een hoogwaardig vermarktbaar product kan wegzetten richting producten, dan bespaar je in de hele keten een belangrijke reductie aan CO2-emissie. 1 ton cellulose is een equivalent van 2 tot 2,5 ton CO2-besparing. Dat is niet allemaal op de rioolwaterzuivering. Zelfs het kleinste deel zit hem op de rioolwaterzuivering. Een deel zit hem wel in vermeden transport en vermeden andere activiteiten, maar er zit ook een deel in vermeden productieprocessen en vermeden grondstof. Nou, er zijn in feite 2 routes waar langs je cellulose kan terugwinnen uit de zuivering. Waar we aanvankelijk mee zijn begonnen is het plaatsen van roterende bandzeven in het hoofdstroomproces achter de roostergoedverwijdering. En dan komt er een product uit en dat product dat heet zeefgoed. Wat we overigens in Nederland nog wel eens verwarren met cellulose. Omdat aanvankelijk hebben we de gedachte gehad dat dat zeefgoed, dat ergens tussen de 55% en 75% cellulose bevat, direct een vermarktbare grondstof is. Nou, dat blijkt het niet. Die vervuiling die maakt het lastig, zo niet onmogelijk om het te verkopen. Dus vanuit Salvation hebben we daar een proces bij ontwikkeld om uit dat zeefgoed de cellulose te verbijzonderen. Je houdt dan ook een residu over. En het proces waarmee we dat doen, dat heet CellPro. Dus waarbij je vanuit de ontwaterde fractie van zeefgoed de cellulose en het residu van elkaar scheidt om te komen tot een gegarandeerde kwaliteit cellulose. De andere route is om dat eigenlijk direct in de waterlijn te doen. Daarvoor hebben we een tweestaps zeefinstallatie ontwikkeld die in eerste aanleg, je bouwt hem in feite op dezelfde plek in de rioolwaterzuivering, dus achter het roostergoed. En in de eerste stap halen we het residu eruit. Dus het is een fijnmazige zeef die zo is ontworpen dat de cellulosevezels in een bepaalde richting komen te staan en die zeef passeren. Daar waar zaden, vetten, maar ook een belangrijk deel van de synthetische vezels en haren worden weerhouden. Zodanig dat je op de roterende bandzeef in feite nog cellulose overhoudt. En dat cellulose dat ontwateren we tot droge stof. In beide processen hou je een stroom over die meer dan 90% zuivere cellulose is. En die kun je vervolgens naar de markt brengen. Tot dusver in alle discussies die wij hebben met waterschappen of waterbedrijven, dan zit er een bepaalde scheiding in de activiteiten die ik net benoem. In feite is een waterschap verantwoordelijk voor de waterzuivering, ook voor de continuïteit van de waterzuivering en voor de effluent kwaliteit. Dus dat stuk wat in de hoofdstroom van de zuivering wordt geplaatst, daar wil men eigenlijk geen derde hebben die dat kunnen beheren of bedrijven. Dus je ziet dat dat voornamelijk iets is wat waterschappen bij zichzelf willen houden en in het beheer willen hebben en opnemen. Het andere deel, en dat is het opwerken van de cellulose, dus een gegarandeerde productkwaliteit maken, dat is eigenlijk een niet geëigende waterschapsactiviteit. En daar bestaat nog wel een bepaalde terughoudendheid voor om dat nou ook tot zich te nemen. En dus in het model zoals wij dat op dit moment aanbieden, verkopen we een deel van de installatie richting waterschappen of richting waterbeheerders.
En doen we het tweede deel, het scheiden van die cellulose, het marktgereed maken van die cellulose, doen wij in eigen beheer als een service. En dan kom je dus op het terrein van rioolwaterzuivering in een bepaalde samenwerking die voor beide partijen misschien nog wel een beetje vreemd is. Aan één kant is het zo dat we maken gebruik van elkaars utilities. Hè. Water wordt over en weer gestoken. We nemen een grondstof in, die krijgt het waterschap weer als residu terug. Daar moet iets mee. Hoeveel is dat? Wanneer? Er gaan een aantal logistieke processen spelen die er tot voor kort niet waren. Daarnaast komen er een aantal andere technieken op een zuivering. Want het scheiden van droge stof in de droge fractie, dat is iets wat tot op heden eigenlijk niet of nauwelijks gebeurt. Maar je moet ook op een andere manier met elkaar rekening gaan houden. Denk aan onderhoud. Je krijgt als waterschapper wel beheer van die installatie die wordt geplaatst in de waterlijn. Maar op het moment dat je hem uit bedrijf haalt, heeft dat direct een impact op wat wij doen. Dus vandaar dat ik iets heb gezegd van ja, maar je moet op een andere manier met je onderhoudsregime omgaan. En je zult faciliteiten moeten gaan creëren om producten op te slaan. En die zul je ook moeten gaan monitoren. Nou, dat is een kwestie van taakverdeling. Maar in ene gaat kwaliteitscontrole een rol spelen. Ook als je de cellulose die je ontwatert, als je die aanlevert aan een bedrijf als ons om daar iets mee te doen. Want wij geven een productgarantie aan onze afnemer, maar dat betekent ook dat onze grondstof aan bepaalde eisen moet voldoen. Dus op het moment dat er een pieklozing op een rioolwaterzuivering komt, dan kan dat invloed hebben op wat wij van een waterschap aangeleverd krijgen. En dan moeten we dat ook weten. Net zo goed als dat er... Als er een aantal machines in onderhoud gaan, dan betekent dat iets voor de productiecapaciteit aan de zuiveringskant. Maar betekent dat ook dat wij dat moeten meenemen in wat we afspreken naar onze afnemers van wat we kunnen leveren. Dus dat betekent dat er ontstaat een hele andere dynamiek op een waterzuivering dan dat we misschien op dit moment wel gewend zijn. En daarnaast zijn er ook een aantal zaken als dossiervorming die van belang is. Wij vinden dat vanuit onze kant misschien wel meer vanzelfsprekend, maar voor een waterschap is dat wel iets anders wellicht. De grondstof die we hebben is een fecaliebesmette grondstof en op het moment dat er iemand ziek van is, dan moeten we daarna kunnen aantonen dat wij buitengewoon zorgvuldig hebben gehandeld. Dus we moeten weten vanuit welke batch iemand materiaal aangeleverd krijgt, hoe wij hebben zekergesteld dat die batch ook veilig was. Wat we daarin hebben gedaan, dus we moeten die badges moeten we administreren en logistiek ook organiseren. En daarnaast komt er natuurlijk een stukje financiële administratie bij. Als wij een product verkopen van een waterschap, dan willen ze er graag nog weer iets voor terug. Dus we moeten hier ook naar jullie kant weer iets afrekenen. Als een waterschap het zelf doet, ja, dan zul je moeten gaan factureren en dan ontstaat er nog weer iets anders. Want dan komt het woord BTW om de hoek, wat bij waterschappen misschien ook nog wel eens een dingetje is. Ja, maar wat belangrijk is, en ik heb hier een foto genomen die iedereen misschien nog wel kent, dat is als er ergens in die keten iets dwars ligt, ja, dan ligt alles op zijn gat. Dus dat betekent dat storingen, maar ook gepland onderhoud, ja, daar zul je met elkaar iets voor moeten afspreken. Het is sowieso het geval dat als je dynamische 7 toepast in je proces, dat je je onderhoud een beetje afhankelijk van het weer zult moeten plannen. Op het moment dat je zware regenval verwacht, wil je eigenlijk dat al die 7 bedrijfsgereed zijn en ook operationeel zijn. Maar aan de andere kant is het ook zo voor de afnemer van belang. En zeker zolang als dat we in die opstartfase zitten, waarbij op dit moment het verkopen van de cellulose niet het probleem is, maar meer de toelevering van cellulose. Daar heeft een storing of een gepland onderhoud direct invloed op de hoeveelheid product die wij kunnen leveren en kunnen verkopen. Dus daar moeten we nadrukkelijk met elkaar wel iets over afstemmen. Ik heb hier iets geschreven over pieklozingen die ook invloed hebben. Denk aan het lozen van olie. Maar je kan ook storingen hebben die
ja, wel van wezenlijk belang zijn. Wij draaien op dit moment ook op een zuivering waar we, waar we de cellulose van verkopen. En dan zie je dat, dat dingen die voor ons eigenlijk, die nemen wij aan van ja, dat meld je toch. Daarvan is bij de zuivering ja, niet direct meteen het besef van oh joh, heeft dat impact op jouw grondstof. Denk maar bijvoorbeeld iets heel simpels als er lekt een aandrijving van een installatie die lekt zijn olie op het systeem. Wij nemen een aantal steekmonsters in de cellulose. Wij zien dan olie en dat betekent dat we een hele batch af moeten keuren van wat we hebben geproduceerd. Dus het is wel van wezenlijk belang dat je gewoon eigenlijk veel stringenter gaat letten op wat je doet. En communicatie is in dat geval natuurlijk ja, echt cruciaal. Aan de andere kant levert het gewoon ook echt wel iets op. En in onze beleving zullen we ook wel echt die kant op moeten. Want alle cellulose die wij uit rioolwater halen, die wordt ingezet als hoogwaardige grondstof. Zoals ik net al zei, het is niet zozeer het probleem van de markt vinden. Er zijn afnemers genoeg, er is ook een prijs. Maar hoe ga je met elkaar om? Dat is eigenlijk het belangrijkste. En waar gaat het dan naartoe? Nou, op dit moment verkopen we het als grondstof voor circulaire bouwstoffen. Asfalt is misschien het meest bekend, maar er zijn ook wel andere circulaire bouwstoffen als grondstof voor biocomposieten. En we ontwikkelen aan routes voor biochemicaliën. Dus daar gebeurt wel echt iets. En wat je op zuiveringen en bij zuiveringschappen nog vaak hoort is van ja, maar willen mensen wel dingen die uit het riool komen? Hè? Kort gesproken hebben we het toch gewoon over iets wat uit de stront komt. We hebben daar ook nog wel heel veel onderzoek naar gedaan en dan zie je dat het probleem zit hem niet zozeer bij de klant en bij de gebruiker, maar het zit hem eigenlijk meer tussen de oren van de watersector zelf. Dat wij ons druk maken om het feit dat we met een fecaliebesmette grondstof werken. En dat er tussenhandelaren zijn, dus die onze grondstof aannemen, die bang zijn dat het een negatieve uitstraling heeft op hun product op het moment dat ze iets uit rioolwater gebruiken. Eigenlijk de gebruiker en de klant, ja, die is er helemaal niet zo mee bezig. Nog sterker, die zijn buitengewoon positief over het feit dat je ook grondstoffen uit rioolwater kan halen. En dat is ook iets wat we dus in andere markten ook gewoon nadrukkelijk moeten meenemen. Dus onze eigen perceptie niet altijd datgene is van onze klant. Ja, in mijn beleving is dit een discussie die al een heel tijd loopt. En wat van belang is dat we het gewoon ook echt gaan doen. We hebben niet zo heel veel keuze meer van wachten. Hè. We hebben nu weer nieuwe doelstellingen gesteld in Glasgow. Dus laten we vooral beginnen. De markt is er. En het enige wat we nog moeten doen is op een goede manier vinden tussen bedrijfsleven en waterschappen, hoe we dat dan onderling aankleden en waar we de verantwoordelijkheid leggen. Dat is de kern van mijn verhaal. En nou, als je vragen hebt of opmerkingen of suggesties, dan zou ik zeggen brand vooral los. Dankjewel Koos. Misschien dat jij je schermdelen even wil stoppen, dan hebben we weer de meeste gezichtjes in beeld. Ja. Mooi. Ja, dus mensen, ik zou zeggen, brand los met de vragen. En dan geef ik weer Sam even de regie over hierover, om dat goed te begeleiden. Ik heb sowieso een vraag, maar ik wacht even af wat de rest mee komt. Altijd even ik had misschien een vraag. Ja, bijt het Zwitser maar af. Prima. Ja, Vincent Veen, Waterschapplein Veluwe. Want als je cellulose weghaalt, en dat scheelt ook in je COD en BOD. En het snijdt dus ook aan je BZVN-verhouding, als ik het goed begrijp. Als je dus CZV weghaalt, dan haal je dus ook een stukje weg van je BZVN-verhouding. Klopt, ja. Als je kijk, uiteindelijk is het een mechanisch proces. Dus wat doen we? Wij halen met name niet opgeloste bestanddelen weg. En als je niet opgeloste bestanddelen weghaalt, haal je meer COD, BOD weg dan dat je bijvoorbeeld stikstof en fosfaat weghaalt. En wat dan belangrijk is, is dat je een BODN-verhouding overhoudt die in ieder geval je denitificatie in stand houdt.
Dus dat is wel een van de sturingsmechanieken waar je echt op moet letten op het moment dat je een ontwerp maakt. Maar dat klopt. Je haalt meer COD weg dan stikstof en fosfaat. Dus BODN is een puntje. Je ziet wel dat je in verreweg de meeste van de zuiveringen voldoende BODN overhoudt om gewoon te kunnen denitrificeren. We hebben ook wel eens gekeken naar bijvoorbeeld het effect op fosfaatopname, met name op de zuivering van aardlerikstel, BOP. En dan zie je daar eigenlijk niet een nadrukkelijk meetbaar verschil op het moment dat je zwevende stof weghaalt. Maar denitrificatie is inderdaad een ding. Oké, dankjewel. Ik zie ook een vraag van Willem Legemaat. Ja, klopt. Bedankt. Willem Legemaat, waterschap Vechtstromen. Ik heb me ook een tijd bezig gehouden en we hebben op de meerdere zuiveringen eigenlijk allemaal wel te maken met biologische agentia. Dus ik vroeg me af, hoe doen jullie een stukje kwaliteitscontrole op mogelijk aanwezigheid van bepaalde ziekteverwekkers zoals hepatitis A, legionella? Nou, het hygiëniseren van het product is natuurlijk best wel een ding. Hangt er maar ook nog een klein beetje af van waar je de grondstof naar afzet. Maar uiteindelijk moeten wij zorgen dat onze grondstof voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit is ook wel een discussie die breed gevoerd is met onder andere RIVM, maar ook met een aantal waterschappen. Van wat ga je dan meten? En je hebt natuurlijk een pakket van stoffen die men zegt van nou, dit geeft een representatief beeld van in ieder geval farmaceutische medicijnresten en dat soort dingen die je moet bepalen. En dat hebben we ook netjes gedaan en daar houden we ook een dossier van bij van iedere batch die we in feite produceren. Ik heb dat net al even gezegd, mocht er nou onverhoopt toch iemand ziek van worden, dan wil je graag wel kijken hoe heb je gezorgd dat je de kwaliteit van je product bewaakt. Hoe weet je dat het hygiënisch is? Hoe heb je dat gedaan? En wat heb je daar dan wel gemeten? Dus dat doen we wel. Kijk, er zijn altijd stoffen die je niet meet. Maar in principe zijn er een aantal richtlijnen om dit soort dingen te meten. En daar moeten wij ons ook aan houden. Ja, als ik nog even wat mag vragen, het gaat eigenlijk, je hebt het over stoffen. Ik ben eigenlijk ook wel geïnteresseerd van hoe zorg je ervoor dat het product ziekteverwekkervrij is. Verhit je het of bestraal je het? Of hoe probeer je dat zo goed mogelijk te garanderen? Ja, er zijn verschillende routes om dat te doen. En dat hangt hem ook nog een klein beetje af naar hoe dat we het materiaal afzetten. Maar op het moment dat je het als droog product verkoopt, ja, dan is de meest gangbare route om via thermische weg kiemen. Dus dat heeft te maken dan met verhitten. Op het moment dat je het vanuit de ontwaterde route doet, dan is verhitten misschien wel niet de meest voor de hand liggende route. En dan doen we het dus op een andere manier. Mm-hmm. Oké, okay. En wordt er ook bemonsterd op ziekteverwekkers? Jazeker, met grote regelmaat zelf in iedere batch. En welke ziekteverwekkers kijk je dan naar? Want dat vergt specifieke benaderingen. Ja, daar is een hele lijst van en met veel genoegen kom ik daar ook nog wel even op terug. Maar mijn hoofd ben ik daarin eventjes overvraagd, want als ik er één noem, dan vergeet ik er ongetwijfeld een hele rij. Ja, goed. Maar er wordt naar gekeken, dat is duidelijk. Jazeker. Dat is ook voor einde afval en voor hergebruik zijn dat gewoon kritische parameters die je moet meenemen. Oké, bedankt. Ja, via de chat heb ik ook al een vraag binnengekregen. Daarbij vraagt Frank Peters dat de vraag is het ook zo dat jullie ook de feitelijke afzet organiseren? Ja, wij kunnen alles organiseren. Dus wij hebben afzetmarkt voldoende om, een veelvoud van wat er op dit moment beschikbaar is, om dat ook af te zetten. Dus wij bieden ook aan waterschappen of aan cellulosehoudende stromen bezitters aan om meerjarig die cellulose naar de markt te brengen. En dat kunnen we ook nog voor een gegarandeerde marktprijs ook nog doen. Oké. Ik hoop dat de vraag beantwoord, Frank. Verder nog een vraag van Johan Vlot. Praat je dan werkelijk over cellulose of gaat het over het algemeen over zeefgoed?
Nee, wij maken duidelijk een onderscheid tussen zeefgoed en cellulose. Ik heb daar kort in het begin iets over gezegd. Hè. Wij zijn in 2013 begonnen met de eerste grootschalige installatie die zeefgoed produceert. En dat zeefgoed dat bevat ergens tussen de, zeg ik even, 55% en 75% cellulose. Hangt een beetje vanaf van de locatie en wat. En dat blijkt eigenlijk een niet vermarktbare grondstof. Dus je ziet ook in Nederland dat nou, ik zeg even alles, maar ik ben me niet bewust van het feit dat er zeefgoed als grondstof tegen een positieve waarde naar de markt wordt gebracht. Dus wij maken echt onderscheid. Wij halen uit dat zeefgoed een cellulosefractie die we alsnog kunnen verkopen. En die levert een nadrukkelijke positieve waarde op. Oké, dan zijn er nog een tweetal andere vragen van Jeroen Gerrits. Die vraagt, wat is de maaswijdte van de filters en hebben jullie verschillende maaswijdtes geprobeerd? Ja, we hebben, nou zeg ik maar even, gewoon 2,5 jaar lang van allerlei dingen geprobeerd. Omdat met name eigenlijk, als je een zeefstap wil nemen waar de vezels doorheen gaan en waar je al het andere weerhouden, ja, dan is dat wel een kritisch ding. Nou, als je het dan hebt over maaswijdte, als je het hebt over het afvangen van die cellulosevezels, dan zie je dat we daar ook nog wel verschillende maaswijdten in kennen. Dat hangt hem een beetje af van de aard van het rioolstelsel en de lengte van de vezels die we daarin tegenkomen. Die kan behoorlijk variëren, maar je ziet dat je daar hoofdzakelijk dingen van 200 tot 400 micron in toepast. En dan gaat de vraag komen over, en wat is dan de eerste fase? Hoe hou je dat residu tegen? Dat is nog een klein beetje het geheim van de Smit ook. Dus dat willen we nog niet aan iedereen uitleggen. Het is in ieder geval een maaswijdte die veel kleiner is dan datgene waarmee we de cellulosevezels afvangen. Dus de eerste stap is de fijnste zeefstap. Ja, en mijn vraag, sorry Dick, want ik zie dat jij de volgende in rij bent, maar ik denk, nou, dit is een mooi bruggetje, Koos, zonder jou het geheim te willen ontfutselen, maar kijk, ik herinner me de roostergoedverwijdering eigenlijk als een heel storingsgevoelig deel van de zuivering. En ik denk dat menig operator, en ik vraag het ook aan de groep, wel regelmatig gemopperd heeft op een roostergoedinstallatie die vastzit. En dat gebeurt nooit als het mooi zonnig weer is, maar altijd als het klote weer is, om dat woord maar te gebruiken. Hoe zit het qua verstoppingsgevoeligheid en de ervaringen van de operators dan? Of doen jullie dat ook zelf? Of doen de eigen mensen dat? Ben ik benieuwd naar jou, maar misschien ook dat anderen hun ervaring kunnen delen op mijn stelling. Ja, ik zou natuurlijk het liefst zeggen van wij hebben nooit problemen, maar helaas, ook wij hebben af en toe onze problemen. Als je gewoon kijkt naar die tweestaps zeving, daar is relatief beperkt ervaring mee. Dus alles wat je zegt is misschien wel niet in de juiste proporties weergegeven. Over het algemeen draaien die systemen best wel behoorlijk goed door. Aan de andere kant gebied de eerlijkheid ook te zeggen dat de ervaringen daar relatief beperkt mee zijn. Als je kijkt met roterende bandzeven, die draai je al wat langer en dan zie je dat als je het onderhoud relatief goed preventief plant, dat je het goed kan organiseren, maar ook dat het zijn mechanische apparaten en die hebben de gewoonte om stuk te gaan op vrijdagavond voor de kerst met hevig regenval. Dat is bij ons niet altijd anders. Daar hebben we een storingsdienst voor om dingen op te lossen. We kunnen mensen daarin ontzorgen. Maar het zijn mechanische apparaten. En al het andere wat ik zou zeggen, ja, dat zou wishful thinking zijn, denk ik. Helder, ja. Verder is er nog een vraag binnengekomen. Vanaf welke RWZI-grootte is dit interessant? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik wou dat ik er ook een heel makkelijk antwoord op kan geven. Als je kijkt naar de droge route, dan heb je een bepaald volume nodig om dat economisch te kunnen doen. Want
Uiteindelijk moet je dan vervolgens een droogstap gaan maken en je moet een bepaalde continuïteit hebben. En we hebben er ooit al eens een rekensom op losgelaten en dan zie je dat we in de orde van grootte ergens van nou, bij 80 tot 100.000 VE's, dan begint dat zich te laten lonen. Moet ik er ook nog wel bij zetten dat we dan nog wel ook als er een zuivering een beetje in de buurt is, dat we het liefst nog wat extra zeefgoed uit de omgeving toevoegen, want het liefst zit wel boven de 100.000 VE's. Op het moment dat je kijkt naar centralere opwerking of je kijkt naar de route waarbij je ontwaterd zeefgoed kan toepassen, ontwaterde cellulose onttrekt, dan kan dat al veel kleiner en dan kan het ook op zuivering van 20.000, 25.000 VE's kan dat gewoon economisch uit. Oké, duidelijk. Er wordt er nog een vraag gesteld, hoe zit het met de grondstofafvalstatus en speelt de REACH nog ook mee? REACH is een heel eenvoudig antwoord. REACH speelt niet mee. REACH is wel een onderwerp wat regelmatig aan de orde komt. Maar cellulose is een organische stof die wij niet in zijn structuur of wat ook iets anders mee doen. Dus het is gewoon een natuurlijk product. En omdat het een natuurlijk product is, wat niet via chemische weg tot stand komt, is het vrijgesteld van REACH. Dus dat is een hele simpele. Nou, dan heb je de einde afvalstatus. Dat is een wat meer complexe discussie. Die ook nog niet eenduidig gevoerd is. Voor een aantal toepassingen kun je, als je zorgvuldigheid nastreeft, een zelfverklaarde einde afvalstatus maken. Dat betekent wel dat je een bepaald dossier moet opbouwen en dan kun je gewoon aan het werk. Denk aan bouwstoffen die niet heel dicht bij de consument staan. Dan kun je daar zelf iets mee doen en dan kun je dat verkopen en dan kun je dat op een verantwoorde wijze doen. Op het moment dat het heel dicht bij de consumentenketen komt, dan ligt dat wat gevoeliger. En dan moet je dus een einde afvalstatus formeel aanvragen. Dat is overigens ook nog steeds maar een advies, hè, want uiteindelijk blijkt degene die de grondstof vermarkt altijd nog zelf verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid daarvan. Maar goed, die kun je wel aantonen op het moment dat je een einde afvalstatus hebt. En ja, dat is een complex ding, want einde afvalstatus kan op landelijk niveau, op regionaal niveau anders worden beoordeeld. En ja, daar zijn we wel heel druk mee. Dat doen we overigens samen met een aantal waterschappen, ook vanuit het WOW-project. Maar omdat zowel op Europees niveau als op landelijk niveau in verschillende landen ook gelijk te trekken. Maar dat is niet eenvoudig, want in beginsel moet je voor ieder eindproduct een einde afvalstatus aanvragen. En in het geval van cellulose hebben we een aantal dingen kunnen clusteren, zoals zeg bouwmaterialen als een cluster oppakken. Oké. Wil ik nog een. Er is nog ruimte voor één laatste dringende vraag. En wil ik dit inderdaad onderwerp afronden. Ja. Ja, nog een laatste vraag inderdaad. Wat gebeurt er met het deel van het zeefgoed dat overblijft nadat de cellulose eruit gehaald is? En wie is hier verantwoordelijk voor? Dat is hartstikke. Dat is inderdaad ook nog wel een punt van discussie. Even als je kijkt naar de natte route, dan hou je een vochtige substantie over, die ergens tussen de 6 en de 8 of 9% droogstof is, die voldoende organisch gehalte heeft om te vergisten. En dat betekent dat je zou die als primair slip bijvoorbeeld naar de gisting kunnen brengen. Als het droog is, dan wil je het in beginsel niet in de gisting hebben. Dan hou je dus een afvalstof over, maar omdat die droog is, heeft die een calorische waarde en zou die als afval moeten worden verbrand. Of je moet hem weer nat maken en hem alsnog in de gisting stoppen. Maar zolang als het op het terrein van een rioolwaterzuivering is, ja, dan kun je het daar binnen het terrein oplossen. Op het moment dat wij het afnemen en buiten het terrein doen, hou een afvalstof over. Oké, hartelijk bedankt in ieder geval. Ja. Mooi. Ja, Koos, bedankt voor jouw heldere verhaal en de groep ook voor de vragen. Ik heb jou regelmatig horen zeggen, dat is een goede vraag. Dus dat betekent dat het leeft en dat er ook volgens mij bespeur ik ook een enthousiasme wel om het toe te gaan passen. En nog meer toe te gaan passen, hè, want het gebeurt natuurlijk al her en der ook. Ja, mocht iemand nog een vraag hebben, mag je die natuurlijk vanzelf altijd nog stellen. Ik ook na dit symposium.
Zo is het. Overigens, de presentaties, dat ben ik bij aanvang vergeten te zeggen. Dit webinar wordt opgenomen. Dat hadden jullie al wel in beeld zien staan, maar had ik heel erg netjes toch nog wel eigenlijk moeten vragen. Degene die dat niet willen, die hadden de camera 40 minuten geleden uit moeten zetten. Of anders gewoon uit blijven laten staan. Maar de presentaties die zullen ook beschikbaar komen via de site van KNW. En dat is dan ook gelijk een goede gelegenheid om ook eens op die site te kijken. Dus dan is dat verhaaltje ook weer rond. Hey, wij gaan letterlijk en figuurlijk een stapje maken in het zuiveringsproces en gaan naar het gistingsproces en komen dan uit bij de zuivering Zethoven-Bosch. Nou, dat er de laatste jaren veel gebeurd is op de zuivering Zethoven-Bosch, dat zal niemand in de afvalwaterketen ontgaan zijn. En toen ik het daar met Erik Langemans over had, want dat is de man die ons daar vanmiddag in ieder geval voor een deel over bij gaat praten, zei hij van, nou, we zijn nog steeds niet klaar. Ja, dus dat is een langdurig traject om uiteindelijk de zuivering Zethoven-Bosch daar te brengen waar die uiteindelijk moet komen. Erik gaat ons vooral meenemen in de ervaringen rond het produceren of de technologie rond het produceren van groen gas. Maar dat ook doorleveren naar een externe partner. Hè? Dus niet zozeer het verwerken van dat eigen biogas in een WKK, maar het opwekken van groen gas en dat doorleveren. Nou, voordat ik daar al te veel gras voor zijn voeten weg ga maaien, dat is niet de bedoeling, geef ik Erik het woord. Hij is procestechnicus op de zuivering Zethoven-Bosch, daar al 10 jaar lang werkzaam, dus kan ons daar alles echt vanuit de praktijk over vertellen. Erik, mag ik jou het woord geven en dan gaat Carla jouw presentatie delen. Ja, goedemiddag allemaal. Zoals gezegd, Erik Langemans van Waterzuivering Den Bosch. Op onze zuivering is sinds 2016 een renovatie bezig, waar we nog steeds nawee een beetje van hebben. Daarbij is ook door de aannemer bedacht om een thermofiele vergisting toe te passen. Die is ooit bedacht door de firma Kolsen. Die heeft daar een onderzoek gedaan op RWCT Bad van de Brabantse Delta, om te kijken of thermofiel vergisten meer op kon brengen dan mesofiel. Daar is uiteindelijk ook een STOA-rapport voor geschreven en daar is uitgebleken dat we bij het thermofiel vergisten een dusdanig hoger rendement gehaald kan worden dan bij mesofiele vergisting. En in combinatie met een thermische drukhydrolyse. Daarom heeft de aannemer besloten om bij ons thermofiel te gaan vergisten. Er zijn natuurlijk wel verschillen met thermofiel en mesofiel vergisten. Mesofiel is een vrij stabiel proces. Bacteriën kunnen een temperatuurverschil goed opvangen, zijn moeilijk uit balans te brengen. Thermofiel is wat dat betreft een ander verhaal. Die bacteriën zijn wat kritischer en temperatuurschommelingen moeten ook worden voorkomen om verzuring van het hele systeem te voorkomen. En daarom hebben wij een driewekelijkse controle op de VFA, vetzuren, verhouding ten aanzien van de alkaliniteit van het gistingsproces. Dat laatste is voornamelijk te sturen door met de voeding te spelen. Ja. Want als die verhouding vetzuren-alkaliniteit uit verhouding raakt, dan kan dat wijzen op een probleem in de gistingtank. Daarbij geldt dat de verhouding, zolang die onder de 0,3 blijft, dat de condities in de tank goed zijn. En als die gaat stijgen, dan dat richting 0,5, dan is er een probleem en dan moet je daarop gaan reageren. Mocht die boven de 0,8 komen, die verhouding, dan is je proces sterk aan het verzuren. En dan is een instorting van het hele proces is dan wel erg dichtbij. Daarom nemen wij iedere maandag, woensdag en donderdag een monster uit de tank. En dat meten we dan
op WFA en alkaliniteit. En ja, daar valt bij op bij ons dat de gisting 2 een fragieler proces heeft dan gisting tank 1. Dus er zit ook nogal verschillen tussen die tanks. En gisting tank 1 die zit nu al heel lange tijd op vaste voeding van 75 ton extern slip per dag. Terwijl gisting tank 2 nu op 65 ton zit, omdat we die weer een beetje aan het opbouwen zijn. Het komt namelijk wel eens voor dat als die VFA-alkaliniteitverhouding uit balans raakt, hè, dus onder die boven die 0,3 komt, dan moeten we ingrijpen en dan reduceren we de voeding, halveren bijna soms de voeding, om snel te reageren en het proces te kunnen stabiliseren. Het opbouwen als je die voeding sterk terugneemt, dan gaat dat opbouwen naar die 75 ton terug, die gaat vrij langzaam. Dan moet je ook weer niet te snel doen. En dan praat je over ongeveer 5 ton per week dat je dan weer omhoog kunt gaan. Dus als je eenmaal zegt van ik moet ingrijpen en ik moet die voeding gaan halveren, dan kan het vrij lang duren voordat je weer helemaal op spek bent met de opbouw van het toevoegen van slip. Je mag naar de volgende slide kijken. Intern slip krijgt uiteraard altijd voorrang bij ons, omdat we ons eigen slip moeten we natuurlijk ten alle tijde kunnen verwerken. En het interne slip wordt aangevoerd vanuit andere rioolwaterzuiveringen, ook van AMA's. En dat zijn de RWCT's Ooijen, Aarle, Riksel en Dinter. En ons eigen slip komt uit 2 voorbezintanks en 5 beluchtingtanks. En dan gaat dat naar een slipbuffertank van 1100 kuub inhoud. In die tank zit een grote menger. Daar wordt het secundair slip en het primair slip gemengd bij elkaar gehouden. En dat wordt vervolgens verwerkt door 3 trommelindikkers. Die het interne slip indikken tot een droge stof van circa 70 gram per liter. En die interne stroom die wordt dan doorgepompt naar een slipmengsysteem. En in het slipmengsysteem komt dan ook het externe slip, wat van de andere zuiveringen komt, bijgemengd. En middels een retourstroom die uit de gisting komt, wordt het dan naar de gisting gevoed. Even kijken. Om de hydraulische verblijftijd van de gisting, die zou als je dat gaat uitrekenen wat wij aan voeding toevoegen naar de gistingtank, dan zou die een hydraulische verblijftijd hebben van 13,6 dagen. En dat zou te kort zijn voor een goede vergisting. En daarom doen we ook nog slip terugenten uit de ontwaterd slipbunker, zodat we de slipretentietijd oprekken tot ongeveer 16 dagen. Wanneer beide tanks goed werken, dan kunnen we dus 150 ton extern slip verwerken. Zoals gezegd, zover zijn we nu nog niet, omdat we die tweede gistingtank weer een beetje aan het opbouwen zijn. Maar normaal gesproken zou je theoretisch 150 ton extern slip nodig hebben voor het voeden van beide gistingtanks. Dat is ruim 1000 ton per week. En dat geeft natuurlijk heel wat vrachten die bij ons aankomen en gelost worden en ook weer uiteindelijk ontwaterd moeten worden en weer afgevoerd moeten worden. Dus je hebt heel veel verkeer op de zuivering om dat allemaal logistiek te regelen. En soms is er niet al het extern slip is niet voorradig. Hè. Soms gaat er een centrifuge op een zuivering even uit bedrijf of moeten we van zomermodus naar wintermodus en moet er slip gespaard worden in de AT's, waardoor dat er wat minder aanvoer is. En dan moeten we dat ook proberen op te vangen, want we moeten natuurlijk wel die voeding naar die slipgisting, die moet wel op paal blijven om die VFA-alkaliniteit verhouding niet uit balans te brengen.
Nou, daarom zijn we bezig om met andere zuiveringen goed af te spreken om wanneer extern slip aangevoerd wordt en waar we nog eventueel wat kunnen bufferen om dat systeem zo stabiel mogelijk te houden. Uit het STOA-rapport bleek dat die hele thermofiele gistingproces niet zo robuust is. Nou is één dag voeden niet meteen een groot probleem. Je hoeft dan niet meteen weer helemaal opnieuw te beginnen met opbouwen. Je kunt wel één dag niet voeden en dan weer gelijk de volle voeding erop opzetten, hebben wij ontdekt. Je moet dan natuurlijk wel die verhouding van die VFA's in de gaten houden. Maar zo instabiel als STOA deed voorkomen, zo hebben wij het nog niet ervaren. Dat komt misschien ook omdat we er bovenop zitten, dat we drie keer per week die metingen doen en daardoor vrij snel kunnen reageren op afwijkingen. Hij mag weer naar de volgende slide, Carla. Om die gisting goed op temperatuur te houden. We hebben overigens twee tanks van 4000 kub. U ziet er daar eentje van. De buizen die je aan de voorkant ziet, dat zijn de meng, is het mengsysteem van de gistingtank. Die leidingen die nemen bovenaf uit de gistingtank nemen ze het materiaal naar binnen. Dan gaat het door een warmtewisselaar naar beneden. En onder zie je de groene motoren van de digest mixers die zorgen voor de menging in de tank. Dat doen ze zeer goed, moet ik zeggen. Alleen is er één probleem met de digest mixers, dat de seals nogal zwak zijn. En dat we nogal eens problemen hebben daarmee dat die seals vervangen moeten worden. Het bedrijf die die seals levert, die is daar ook druk mee bezig om te zorgen dat het steeds minder wordt. Er is al wel een verbetering doorgevoerd, waardoor het minder vaak voorkomt. Maar helemaal vanaf zijn we er nog niet. Verder zijn we best positief over die digest mixer. Er is nauwelijks schuimvorming, wat je bij gaslanzen nog vaker wel ziet. Strefiet aanlading zien we ook nauwelijks. De menging in de tank is naar onze mening heel goed. De warmtewisselaars werken op zich ook prima. Alleen in het begin hebben we wat moeite gehad met de toeleverancier van de warmte. Dat is namelijk de afvalstoffendienst bij ons aan de overkant. Die hebben een kleine biomassacentrale waar onder andere snoeihout wordt verbrand en daar wordt daar warmte van gemaakt voor het bedrijventerrein hier op Den Bosch. Die leveren ons ook de warmte. En in het begin is daar soms kwamen er te weinig kilowatts bij ons binnen om heel de gisting op temperatuur te houden. Maar de laatste tijd is dat probleem ook getackled en blijven de gistings goed op temperatuur. Naar de volgende slide, Carla. Het biogas wat geproduceerd wordt bij ons heeft een CA4-waarde van ongeveer 60 à 65%. En het HTS is ongeveer 200 ppm. Daarom moet het gas gereinigd worden. En dat gebeurt door ook een BIOX-installatie. De BIOX-installatie is ook van de firma Koolsen. De BIOX ontzwavelt en droogt het gas. En de installatie bestaat eigenlijk uit een vrij grote tank waar het gas opwaarts doorheen stroomt. En in die tank zie je dan een opvulmateriaal waarop het biogas, de biomassa, zich makkelijk hecht. Die biomassa, dat zijn oxiderende bacteriën die de H2S oxideren naar H+ en sulfaat. En die twee stoffen die worden dan opgenomen door het water, wat bovenlangs tegenstrooms over die biomassa heen gesproeid wordt. Het water verzuurt hierdoor uiteraard en wordt
periodiek gespuit om te voorkomen dat de pH anders te laag is. Er is ook zuurstof nodig in dit proces, want die bacteriën die hebben wat zuurstof nodig. En dat wordt via een luchtblowertje ingebracht. En die zuurstof die wordt aan de uitgang gemeten dat die niet te hoog is. En daar wordt die blower op gestuurd. En nadat dan het grootste gedeelte van de H2S is verwijderd door de biologische wasser, is het gas verzadigd met waterdamp en moet dan gedroogd worden om verdere schade aan de afnemers te voorkomen. En door het gas te koelen tot... Sorry. Door het gas te koelen tot 6 graden Celsius condenseert dan het vocht en kan dat uit het gas worden verwijderd. En om de laatste restjes H2S nog uit te filteren, gaat het nog door 3 koolfilters. En de derde koolfilter is dan ook nog om de siloxane te verwijderen. Siloxane zijn, zoals bij iedereen wellicht bekend, erg schadelijk voor de afnemers, omdat die afzetten in de ketel. Maximale debiet over onze bidox is bijna 1000 kuub. En de belangrijkste aandachtspunt is toch wel de standtijd van het laatste koolfilter, die voor de siloxane is dan. Daarom nemen we maandelijkse gasmonsters die opgestuurd worden naar de Kiwa. En die meten dan voor ons hoe de gaskwaliteit is. Naar de volgende slide. Als ons gas bewerkt is door de bidox, dan is het voor één van onze 3 afnemers nog niet goed genoeg. Daarom gaat het nog door een DMT-unit. Een unit die het gas opwaardeert tot aardgaskwaliteit. Die afnemer, dat is ook de afvalstoffendienst, die ons dus ook de warmte levert. De vrachtauto's van de afvalstoffendienst die het vuil ophalen in de stad Den Bosch, die rijden op gas van aardgaskwaliteit. Daarom moet ons gas met een methaangehalte van 65% opgewaardeerd worden naar een gas met 95% methaan. En dat gebeurt dan in een DMT-unit, een opwaarderingsinstallatie die dat door middel van membranen en dergelijke opwaardeert tot aardgaskwaliteit. Het gas wat door de afvalstoffendienst niet wordt afgenomen, dat gaat allemaal naar de brouwerij van Heineken, die daar hun ketels mee warm stoken. En mocht Heineken problemen hebben met afnemen, dat ze niet al het gas af kunnen nemen, of zelfs helemaal niets af kunnen nemen, dan hebben we nog 3 eigen weken kaas die het gas kunnen verbranden, maar die kunnen niet die 1000 kuub aan. En dan moet de rest dus over de fakkel verbrand worden. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Maar ja, soms dan kun je niet anders. En dan moet je dat afvakkelen. De opbrengst van de gisting is ooit bedacht op 16.000 kuub per dag. We hebben al wel eens een keer 20.000 kuub per dag aangetikt. Maar over het algemeen zitten we wel boven die 16.000 kuub. En soms zie je op de trending die in de slide staat een dipje. Dat is dan meestal in het weekend, omdat de opslag in de interne slipbunkers in de slipbunkers voor extern slip dan aan het eind van de zondag leeg zijn. En dan kunnen we niet meer voeden. En dan zakt meteen de gasproductie naar beneden. Slotconclusie voor mij is dat thermofiel vergisten heeft wel wat meer aandacht nodig dan mesofiel vergisten. Maar ik denk dat het niet zo kritisch is als het STO-rapport doet geloven. Als je het proces goed opvolgt, dan is het soms nodig om licht bij te sturen. Maar met 3 keer per week een VFA-meting, dan,
dan moet dat goed te monitoren zijn. En ik denk dat je dan minder werk hebt als met een mesofiele vergister die een TDH ervoor heeft staan. Dit was mijn verhaal. Als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Mooi, dankjewel. Erik, Carla, als jij zou willen stoppen met delen, dan zien we elkaar weer net iets vollediger. Ja, Erik, een duidelijk verhaal. Echt uit de praktijkervaring gedeeld. En jouw stelling is ook duidelijk. Hè? Thermofiel is, je moet er wel bovenop zitten. En dan gebruik ik even mijn eigen woorden. Maar dan is het goed te doen qua proces en bedrijfsvoering. Dus dat vind ik wel een prikkelende stelling. Je hebt nog wel wat meer aantal dingen gezegd waarop ik vragen over zou kunnen hebben. Maar ik geef eerst maar even de gelegenheid aan de anderen. Dus Wissam, The floor is yours. Yeah. Ja, op het begin werd je al had je ingedeeld dat we slip van onze eigen zuivering hebben en extern slip. De vraag die binnengekomen is hoe oud is het slip dat van andere zuiveringen komt? Ja, de bedoeling is om dat natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Want hoe eerder dat we het hier hebben, hoe meer energie dat er nog in zit om te vergisten. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met de buffercapaciteit die wij hier zelf hebben. En we proberen er altijd wel op te sturen dat we vrijdagavond zo vol mogelijk zitten. En dat we dan het weekend kunnen overbruggen. Soms rijden er nog steeds vrachthouders rechtstreeks van de toeleverende RWCT's naar de SMB. Omdat wij het dan gewoon niet kunnen opslaan. Oké. Okay. Hebben de andere zuiveringen dan niet voldoende opslag ook? Of hoe komt dat? Jawel, dan vraag ik zelf even door hoor. Ja, prima. Die hebben wel wat meer opslag. Daar moeten we nog wel goede afspraken over maken. Dat hun soms wat meer kunnen bufferen voor ons als wij dat zelf niet meer kunnen. Daar ligt nog even een uitdaging voor alle om qua communicatie weer op één lijn te zitten, zeg maar. Maar je wilt ook voorkomen dat je slip te oud wordt, waardoor er steeds minder energie in gaat zitten. Dus je wilt ook zo vers mogelijk slip aanvoeren op de gisting. Oké. Okay. Een andere vraag was, is een Bidox een modern lavafilter? Nee, dat denk ik niet. Nee, de Bidox is er echt op geënt om H2S te verwijderen. En de lavafilter werkt toch op veel lagere concentraties H2S. Oké. De volgende was, wat is effectief de kostprijs van het biogas? Weet je dat? Nee, ik ben geen financiële man, dat weet ik niet. Nee. Ik vind dat ook niet zo. Ja, persoonlijk vind ik dat ook niet zo belangrijk. Even kijken hoor. Van waar de kleurstelling? Zie ik hier een relatie met een bekende transporteur? Of is dit een toeval? Daarbij wordt de naam genoemd Jan Bakker. Ik weet niet welke kleurstelling dat er bedoeld wordt. Volgens mij is dit een reactie op het slip dat getransporteerd werd. Misschien dat Menno zijn vraag nog kan toelichten. Voel je vrij om de microfoon te gebruiken natuurlijk. Ik ben niet Menno, maar ik denk dat het te maken heeft met de kleuren op de gistingstank. Die doen denken aan de bedrijfskleuren van de firma Jan Bakker, die op dit moment volgens mij de transporteur is. Dus vandaar. Ah, okay. Jan Bakker is bij ons niet transporteur. Dat is dat is geen relatie vrachtwagens met Jan Bakker. Nee hoor, nee. Okay, volgens mij had de aannemer dit nog leeg of zo. Ik weet het niet. Nee. Hierzo wordt ook gevraagd, heeft u ook toluene in reelgas? Als je dat weet, hoeveel is dat dan? In biogas toluene? In het reelgas. Ja, dus dat is inderdaad biogas. Dat zou ik niet durven zeggen. Dat zou ik na moeten vragen, dat weet ik niet.
Verder heeft Peter nog een vraag. Ja, Erik, goeiedag. Peter Scheer hier. Erik, je gaf lachend aan dat de kostprijs niet belangrijk is. Ja, voor mij niet, hè? Voor mij persoonlijk. Nee, oké. Okay. Want ik hoor anders namelijk, want uiteindelijk, ja, je wil wel dat je systeem ook rendeert. Ik snap dat er andere aandachtspunten zijn om een dergelijke technologie toe te passen, maar ja, uiteindelijk moet er ook een verdienmodel zijn, of in ieder geval moet betaald worden. En dat merken wij wel terug in de markt en vooral in de industriemarkt. En ik ben wel benieuwd of dit ook geldt in de municipale markt. Ja, want uiteindelijk, wij worden wel afgerekend op een interessante kostprijs. Ja. Ja, kijk, voor mij is core business zuiver water maken. En energiefabriek is natuurlijk, komt daarbij en dat is ook heel belangrijk. Maar wat het gas opbrengt en wat de kostprijs is, ja, dat mag iemand anders uitrekenen voor mij. En als het dan niet klopt, dan hoor ik het wel. Maar ik hou me eigenlijk niet bezig met de financiën rond het gas, zeg maar. Dus dat weet ik niet. Nee, dan is het begrijpelijk. Dan zou ik in zoverre bedoel ik van dat het mij persoonlijk niet zo interesseert. Nee, oké, okay, helder. Het is natuurlijk, ik begrijp wel dat het belangrijk is, maar het is niet iets waar ik me mee bezig hou. Ja, ik denk een terechte vraag, Peter. Ook binnen Brabantse Delta hebben we ook vrij recentelijk gestaan voor de keus van, we hebben een drietal warmtekrachtkoppelingen vanuit een biogasopwekking. Van ja, hey, wat gaan we daar nou mee doen? Hè? Gaan we dat weer vervangen door wat ik dan maar even makkelijk noem, klassieke WKK's? Of gaan we daar naar een andere opwekking toe? Ja, dan valt of staat die business case vooral met het vinden van interessante partijen die dat goed kunnen gebruiken en wat het hun waard is. En uiteindelijk kregen wij de puzzel niet rond, verre van. En ja, dan vallen we weer terug. Dat klinkt een beetje defensief, maar dan kom je toch weer uit bij de WKK's en eigen energieopwekking. Volgens mij is Heineken helemaal niet ontevreden over de vraagprijzen, want ze willen alles hebben wat we kunnen leveren. Nee. En ik zag net zorgen rond de kwaliteit van het bier ontstaan, maar daar kunnen we ook gerust op zijn, denk ik. Ja, verder heb ik nog een andere vraag. Als de vluchtige vetzuren en alkaliniteit zo belangrijk is, waarom wordt dit niet dagelijks gemeten, is de vraag. Omdat je dat met de hand moet meten. Dit is geen inline meting, zeg maar. En ja, je kunt het dagelijks gaan meten, maar zo vaak hoeft het dan ook weer niet. Als je dat één keer in de 2-3 dagen meet, dan is dat voldoende. Het is natuurlijk een behoorlijke massa. En ja, die zal niet. Ja, hij gaat op een gegeven moment wel omslaan. Maar onze ervaring leert dat je dat niet iedere dag hoeft te meten. Ja, precies. Als ik daarbij uit eigen ervaring ook nog mag inhaken. Het heeft ook een beetje te maken met je eigen slipleeftijd. Dus hoe je de gistingtank, de hydraulische verblijftijd moet ik zeggen. Hoe je de gistingtank aan het voeden bent. We verwachten daarbij ook niet dat de ene dag ineens een hele andere alkaliniteit weergeeft dan de ander. Eens in de zoveel tijd controle is natuurlijk een goed middel. Oké. Okay. Nog ruimte voor één vraag. Veel zijn al beantwoord. Wat gebeurt er met het residu, wordt gevraagd? Het uitgegist slip wordt gecentrifugeerd tot een droge stof van 25-26%. En dat wordt dan afgevoerd naar SMB en dan wordt het verbrand. Er zit nogal wat energie in, maar niet genoeg meer om te vergisten. Mooi, ja. Ja, ik zag nog een vraag ontstaan, maar ik wil het hier eventjes bij houden. Erik, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. En ik zou bijna zeggen, ik herinner me nog woorden uit onze voorbespreking toen ik jou vroeg om hier een half uur over te praten. Dat jij zei, nou dat gaat me nooit lukken. Ik ben na 5 minuten al klaar. Maar je ziet hier, dankzij jouw goede inleiding kwamen er ook veel vragen omheen. En volgens mij kunnen we er nog langer over praten. Maar goed, we hebben zometeen nog een hele interessante spreker. Dus dank daarvoor. Ja, wat mij betreft,
Helemaal goed. Wat mij betreft doen we nu even een korte pauze. Want we zitten al 60 of 70 minuten te luisteren. En even een kopje koffie en even een sanitaire stop is ook wel heel welkom. Ik zie jullie graag terug over 10 minuten om 15:20 uur. En dan gaan wij naar de derde spreker toe. Zodat we ook weer keurig netjes op tijd af kunnen ronden. Want ik hou van op tijd beginnen, maar ik hou ook van op tijd stoppen. Dus graag tot over 10 minuten.
Bram, ik zal iedereen nog een minuutje geven om terug te komen en dan gaan wij langzaam maar zeker van start. Oké. Moet de presentatie alvast openzetten? Ik wil eerst even jou introduceren. Dan, okay. Ja. Overigens behoorlijk wat mensen met een mooie zuivering op de achtergrond. Harry van der Steggen, welke zuivering is dat op jouw achtergrond? Of zullen we er een prijsvraag van maken? Dat, Doe eens een gok. Zwolle. Zwolle, oké. Ja. Ja. Koos heeft er ook een op de achtergrond. Ja, Koos, we zitten te zoeken welke zuivering heb je op de achtergrondfoto staan. Dat, doe een gooi. Ja. Ja, wie durft hem erin te gooien? Ja, ik weet het, maar het is van ons waterschap volgens mij. De RWCT Ede. Juist, nou, kijk. De RWCT Ede. En die mooie witte hal is de proefhal waarin het wouwonderzoek plaatsvindt. Oké. Ja. Ja, dat kunnen we de volgende keer doen als appetizer. Dat we luchtfoto's laten zien van 10 zuiveringen. En dat we dan eeuwige roem afkondigen voor degene die het meest goed heeft. Dat is een idee voor de volgende keer. Goed. En mensen, langzaam maar zeker druppelen we weer binnen voor het derde deel van dit webinar. Last but zeker niet least is Bram Hengeveld aan het woord zometeen. Bram is procesbeheerder op de zuivering Amersfoort bij het waterschap Vallei en Veluwe. En gaat ons meenemen in, ik zou bijna zeggen weer een stapje verder in het proces. De terugwinning van fosfaat, struviet en alles wat daar annex aan is. Ook hier weer eerst een stukje technologie, maar vooral ook het accent van hey, wat betekent dat nou voor de procesvoering en de bediening en de praktijk van alle dag. Bram, ik mag jou het woord en de presentatie geven, de vanuitgaande. Ik check eventjes, maar volgens mij zijn de meeste mensen weer terug aan boord. Dus dan heb jij weer de belangstelling van ons allemaal. Bram. Dankjewel. Even kijken of dat goed gaat zo. Presentaties te zien neem ik aan. Ja hoor, hij gaat prima. Ja. Oké, mooi. Mijn presentatie gaat over het terugwinnen van fosfaat door middel van struvietkorrels te maken. En dat wordt gedaan met de PUL 2000 reactor, die ook op de foto hiernaast te zien is. Even kort voorstellen. Ik ben dus Bram Hengeveld, procesbeheerder bij Waterschap Vallei en Veluwe op de RWCT Amersfoort. Nu inmiddels 6 jaar en zelf ben ik betrokken geweest bij de opstart van de PUL reactor. Nog steeds daar ook beheerder. En de PUL is dus ontworpen door Ostara, een Canadees bedrijf die meerdere reactoren over de hele wereld hebben. Maar van in Nederland 1 die bij ons er staat, op Amersfoort. Ik zal je eerst kort de werking uitleggen van de PUL reactor. Het is een upflow reactor, dus continu wordt er water van boven onttrokken en onder toegevoerd. Dit heeft te maken met dat we een fluidized bed willen hebben. In de reactor zitten natuurlijk allerlei korreltjes. Struvietkorreltjes. En in de reactor krijg je ook een beetje gelaagdheid van onderin grotere korrels. En hoe ver je naar boven gaat, hoe kleiner de korrels worden. Om deze korrels in beweging te houden, heb je natuurlijk een upflow nodig. Zodoende kan de voedingsstoffen kunnen dan ook hechten aan de korrels die dan. Die in de reactor bevinden. Dat korrelbed dat geeft een bepaald drukverschil tussen onder en boven. En dat drukverschil dat wordt groter naarmate het korrelbed voller wordt, met meer korrels erin.
En op basis van een bepaald drukverschil start de pul met oogsten. En wordt er een batch van korrels wordt er uitgehaald. De voeding naar de pulreactor is centraat van de eindontwatering, waar vooral veel stikstof en fosfaat in zitten. En voeding is ook filtraat van de voorindikking, waar vooral veel fosfaat in zit, een deel magnesium en een klein deel stikstof. En daarbij moeten we magnesiumchloride doseren om te zorgen dat we de juiste korrels krijgen. En dat ook al het fosfaat of het grootste gedeelte wordt afgevangen. Ik zal jullie nu kort uitleggen waar in de lijn de reactor staat, zodat je ook een beetje een beeld krijgt van wat heeft nou voor invloed op de reactor. En welke invloed geeft de reactor op de rest van de installatie. Hier op Amersfoort doen we slip centraal verwerken. En dat is allereerst ons eigen primair slip van de zuivering van de voorbezinktanks. Surplus slip van twee straten, want Amersfoort bestaat uit twee bluchtingscircuits, dus dan heb je ook twee straten surplus slip. Dit wordt ingedikt naar een ontvangstbuffer. En daarnaast hebben we externe aanvoer van drie andere zuiveringen, wat ook bestaat dus uit primair slip en surplus slip. Die ontvangstbuffer is nog niet zo lang geleden erbij gekomen. Want we hebben een slip safe ook in de sliplijn staan om roostgoed uit het slip te zeven. Zo is het slip nog schoner en hebben we de ingisting voordelen van. Dan komt het stukje wat ook Ostar heeft ontworpen en dat is dan de wasstrip. Eigenlijk niet meer dan een buffer tank waarin slip kan verblijven. Was staat ook voor waste activated sludge, wat betekent eigenlijk surplus slip. En drip is dan to remove internal phosphorus. Dat heeft te maken met dat je de power zet, de BUP bacterie ook wel bekend. Die hebben natuurlijk een fosfaatbuffer. Die fosfaat opneemt in de waterlijn, in de bluchtingscircuit, als er belucht wordt. En zodra het anaeroob wordt en er is voedingsstof bij, zoals een vetzuur, dan laat het langzaam weer dat fosfaat los. En dat gebeurt in de wasstrip. Nou, omdat we nu ontvangstbuffers erbij hebben, gebeurt het daar uiteraard ook. Het is, wat ik zei, niet meer dan een buffer, een groot buffer. Zodoende komt het fosfaat dus in de waterfase. Daardoor kunnen we het water eruit halen met een zeefhandpers. De zeefhandpers brengt het slip naar de gistingtanks en het water gaat naar de struvietreactor, dus de pulreactor. Van het slip maken we gas, zoals jullie vast wel bekend is. Over de gistingtank staat nog thermische drukhydrolyse, die continu het slip van de gistingtanks hydrolyseert. Vervolgens gaat het naar slipbuffer, het slip. En dat wordt ontwaterd door middel van centrifuges. Waarbij de slipkoek gaat naar een slipsilo en dat wordt extern verwerkt. En het centraat gaat naar de struvietreactor. Hier heb ik dan een stukje van de deelstroombehandeling. Het filtraat komt hier binnen, net zoals het centraat. Gaat naar de struvietreactor. Struviet wordt eruit gehaald door middel van een droger. En dat wordt verdeeld in vier silo's afhankelijk van de korrelgrootte. Dus we hebben vier soorten korrelgroottes. En dat wordt afgevoerd. En Ostaro regelt dit, dat het wordt afgevoerd en afgezet wordt in de markt. Er hoeft verder geen tussenstap voor plaats te vinden om dat bij de boer te brengen. Het water wat door de reactor gaat, gaat naar onze daemon toe. Dat is een Anomox reactor. En die verwijdert het ammonium in de deelstroom. En de volgende stap is dat het water naar de voorbezinktank gaat. De voordelen van de struvietreactor, de PUL, is terugwinning van fosfaat, wat toch ook.
blijft bij mij even stil. Bij jullie ook? Ja, Bram ligt er eventjes uit, lijkt het. Ja, het is en blijft techniek. Dan even kijken of die zo meteen weer terugkomt. Ik denk dat hij alleen de voordelen wil benoemen. Ja, ja. Ja, dit is wel een goede presentatietechniek inderdaad. Dat, ja. Eens even kijken. Carla, zou jij me anders opnieuw in kunnen bellen? Carla is overigens onze steun en toeverlaten achter de schermen. Jullie horen ons regelmatig die naam noemen, maar... Ik denk dat Bram dus vanzelf zo weer inkomt. En anders kan ik het ook delen, maar hij moet toch echt vertellen. Nog even een momentje dus. Ja. Wat wel bijzonder is, is dat ik Daan en Anton twee dezelfde gezichten zie. Dat is aan mijn beeld niet zo te zien. Daan Verhoeven en Anton als gast, die is dezelfde beeld. Oh, dat is bij mij. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. Dat, ja. Ah, Bram, daar ben je weer. Daar is Bram weer. Hallo, ik was weggevallen zo te horen. Ja, klopt. Je was bij de voordelen en je werd al even, ik zou bijna zeggen beticht van het feit dat je alleen maar de voordelen wilde noemen. Je was bij de eerste regel van de sheet van de voordelen, maar er zullen ongetwijfeld ook nadelen zijn, dus we hangen aan je lippen. Ja, ik zal weer erbij halen. Ja hoor, prima. Nou, hopelijk dat ik in de lucht blijf. Ja hoor, we zien de presentatie. Ja. Oké, mooi. Prima. Kijken. Had ik deze al gehad, de fosfaatterugwinning? Doe hem nog maar een keer, dan zijn we helemaal bij. Dat, ja. Nou ja, de voordelen van de Struviet-reactor is natuurlijk dat we fosfaat terugvinden. Wat ik zelf wel heel mooi vind, dat we fosfaat wel weer terug gebruiken voor als waardevolle grondstof. Het struviet wat we produceren, dat is dus een mooie korrelvorm en is ook gelijk een landbouwproduct. Het heeft een aantal jaar terug een einde afvalstatus gekregen. Een voordeel is ook minder chemieverbruik op de waterlijn. Je ziet nu echt als de bulreactor een tijdje uit bedrijf is, om bijvoorbeeld onderhoud, dat het chemieverbruik van ijzerchloride en aluminiumchloride enorm toeneemt. Omdat eigenlijk is fosfaat continu in de kringloop op de zuivering. Als je het op de ene plek niet weghaalt, dan merk je dat je op een andere plek dat je dan meer moeite moet doen om het weg te krijgen. En dat is in dit geval dan dus met ijzer en aluminiumchloride. Minder chemieverbruik als de struvietreactor draait, zorgt ook voor minder chemisch slip. Een chemisch slip is eigenlijk een doodslip, wat wel door de hele sliplijn heen gaat, maar waar niks mee gebeurt eigenlijk. En dat is eigenlijk ook onnodige energieverspilling, dus minder chemisch slip is ook minder energieverspilling, zou ik zeggen. En minder struviet in de leidingen. Dan moet ik toch even terug naar vorige dia's. Dan hoop ik het daarbij duidelijk te maken. Vroeger hadden wij dat alle slibben zeg maar, van de zuivering gingen rechtstreeks naar de slipgistingstank. Wat je dan hebt, is dat het magnesium wat hier in de wasstrip normaal vrij zou moeten komen, dat komt in de gistingtank vrij, waardoor je eigenlijk in de gistingtank een meer optimale omstandigheid krijgt voor de vorming van struviet, want je hebt veel fosfaat, je hebt veel ammonium en er is ook magnesium aanwezig.
problemen hadden vroeger vooral met de centraatpompen bij de centrifuges. Die zaten, ik heb gehoord, onderweek verstopt met struviet. En sinds de wasstrip in combinatie met de struvietreactor er is, hebben we er eigenlijk geen omkijken meer naar gehad. Dus dat is een behoorlijk voordeel wat we erbij hebben gekregen. En het Ostagis systeem is op zich al mooi gebouwd. Je hebt de automatische oogsten, dat is dus op basis van het drukverschil zoals ik al net aangaf. Bij een bepaalde drukverschil wordt de oogst getriggerd. En neemt hij continu hapjes van het reactorwater. Dat begeleidt hij dan naar een ontwateringsscherm. Daar wordt het meeste water zeg maar, van de korrel afgehaald. Vervolgens wordt het naar een droger gestuurd. Die droger die schudt continu. En er is hete luchtaanvoer, waardoor alle vocht wat aan de korrel hecht, dat wordt ervan verwijderd. En vervolgens kan het dus verdeeld worden over de drie silo's op basis van korrelgrootte. Er zit ook een automatische upflow regeling op de reactor. Want het heeft een bepaalde snelheid nodig om het bed omhoog te houden. Liefst niet te hoog, want dan heb je weer dat de lichte korrel sneller uitspoelen. Ook weer niet te laag, want dan kan het zijn dat je bed verder naar beneden instort. En onze toevoer is centraat en filtraat, die komen er ook onderbij. Dus als een van de toevoeren minder wordt of wegvalt, dan regelt hij de upflow weer bij met die recirculatiepomp. En de magnesiumdosering wordt automatisch geregeld. We proberen dagelijks de toevoer van centraat en filtraat te meten. Wat daar aan fosfaat en magnesium in zit, en ammonium. En op basis daarvan past hij zijn magnesiumdosering aan. En er zit een pH-regeling op. Wat je in die pH-regeling ziet als de totaalconcentratie aan fosfaat lager wordt, dan wordt de pH hoger gezet, omdat je toch een bepaalde drijvende kracht nodig hebt om struviet te vormen. Als je dan dus meer fosfaat hebt, dan heb je eigenlijk minder drijvende kracht nodig voor de pH-regeling, zeg maar. Dus dan mag de pH iets lager gesteld worden. De uitdagingen. Ik had het niet per se problemen willen noemen, maar ik dacht ik noem het uitdagingen die we hebben. Zijn twee keer per jaar censuurreiniging nodig, want je bent toch bezig met struviet te maken, dus je ziet toch dat het aan de wanden blijft vasthechten. De recirculatiepomp bestaat bijvoorbeeld uit een propeller, echt een schroef, zoals je ook onder schip zou kunnen vinden. En daar gaat ook langzaam steeds meer struviet aan vastplakken. Dus je ontkomt er niet aan om het twee keer per jaar de hele reactor te moeten zuren. Dat doen we dan in dit geval met citroenzuur. En met die zuurreiniging zie je ook gewoon dat de capaciteit van de pomp weer flink toeneemt. En daardoor zie je ook dat het effect heeft, het zuren. De tweede uitdaging is de Daemon reactor. De Daemon is, ik weet niet of dat bekend is bij jullie, maar dat is dus een Anemox reactor. Dus ook een bioreactor. Die Anemox is bedoeld om op een efficiënte manier de ammonium uit de deelstroom te verwijderen. Maar waar wij last van hebben, eigenlijk ook met die opstelling van die wasstrip, is dat we vetzuur aan het vormen zijn, omdat we eigenlijk toch slip laten staan voor een poos. Heb je toch een soort van, ik weet niet of het fermentatie of een rottingsproces is. Maar daarbij komen dus vluchtige vetzuren vrij. En vluchtige vetzuren die zijn heel makkelijk voor organismen om dat te kunnen omzetten. De Daemon-reactor wordt namelijk gevoed met zuurstof. Om dat vluchtige vetzuren makkelijk om te zetten zijn, krijg je toch een competitie tussen de Anemox-bacteriën en de bacteriën die de vluchtige vetzuren omzetten. Daardoor daalt dus je efficiëntie van het ammonium verwijderen. En als die efficiëntie daalt, dan komen steeds meer knel op de waterlijn om de stikstof te verwijderen. Want onze waterlijn kan er niet aan, ook omdat dan de BZVN-verhouding uit balans raakt.
Wat wij dan als noodgreep doen, is eigenlijk filtraat gedeeltelijk over de bypass doen. Wat dan rechtstreeks naar de waterlijn gaat. Dus meer fosfaat naar de waterlijn. En in de winter vaak ook geheel via de bypass. Dus dat het rechtstreeks naar de waterlijn gaat. En daardoor heb je wel meer chemieverbruik op de waterlijn. Wat jammer is, want het zou mooi zijn als je die fosfaat vast kan leggen in een mooi landbouwproduct. Waar we nu dan ook mee bezig zijn, is met een student om te kijken of we de wasklep kunnen optimaliseren, omdat daar veel vetzuren worden geproduceerd. We zitten toch te kijken of er een ideaal mengsel is waarbij je zoveel mogelijk fosfaat kan verwijderen met zo min mogelijk vetzuren. Dus dat is waar we nu mee bezig zijn. Nog even een korte uitleg hoe het is met de vetzuren. Eigenlijk heb je hier in de cirkel, daar heb je dus buffercapaciteit. Dus je laat slip een poos staan. Daar ontstaan de vetzuren. Dat gaat van een slipvlok gaat het in opgeloste fase. Dus met de zeevondpers gaat het door met het filtraat mee. Naar de struvietreactor. En op zich, voor de struvietreactor maakt het niet uit of de vetzuur in zit of niet. Wat wel is, is dat je meer natriumloog nodig hebt om de pH te corrigeren. En vervolgens krijgen we dus eigenlijk bij de daemon krijgen we daar last van. Omdat je daar de competitie krijgt tussen die bacteriën die graag het zuurstof willen gebruiken. Kortom, de fosfaatterugwinning werkt hier prima. Maar met deze configuratie raakt de daemon dan wel overstuur. En zelf vind ik het heel mooi dat... Dat het fosfaat teruggewonnen wordt, omdat het toch ook op een gegeven moment een limiterende grondstof wordt. En ik vind zelf dat het heel mooi dat we dat op deze manier kunnen terugwinnen. Dus, dit was eigenlijk een beetje mijn presentatie. Mooi. Dankjewel Bram. Duidelijk verhaal. Als ook jij weer even wil stoppen met je scherm delen, dan geef ik het woord aan Wissam voor de vragen. Ja, er zijn een aantal vragen al binnengekomen. Even kijken. Een van de vragen is of er pH-correctie wordt gedaan. Nou, dat hebben we net gehoord. Maar geeft een hogere pH een makkelijkere kristallisatie? En daarbij, is de pH voor de daemon dan niet te hoog? Dus tweeledige vraag. De eerste ga ik dan behandelen. Wat je hebt... is dat als je zeg maar fosfaat naar de reactor toe laat leiden, dan heb je een soort van verhouding tussen 20% aan nieuwe kleine kristallen vorm je dan, en je 80% van het fosfaat zou aan de bestaande korrels moeten aanhechten. Als je die pH gaat verhogen, dan verhoog je dus ook de drijvende kracht om struvietkorreltjes te maken. Waardoor je eigenlijk meer kleine struvietkorreltjes maakt en minder aan de bestaande korrels gaat hechten. Daardoor krijg je dus veel kleinere korrels die sneller kunnen uitspoelen. Dus daarom dat we zeggen van die pH moet toch gecorrigeerd worden. Als je al veel fosfaat hebt, dan mag de pH iets lager zijn om het toch ietsje te remmen. Want je wil liever dat dan de fosfaat aan de korrel dan gaat hechten. En uiteraard je hebt nieuwe kristallen nodig, maar niet in zo'n overmaat... dus daar moet een bepaalde balans in zitten. De tweede deel van de vraag gaat over het ammonium of de daemon, of die last heeft van de hoge pH. Dat is nee, daar hebben we geen last van. Want het wordt op zich mooi weggelucht. Tijdens de beluchte fase daalt de pH ook weer. Dus die is altijd wel goed. Oké, dankjewel. Verder werd de eerste vraag al gesteld. Hoeveel last hebben jullie van medicijnresten als het gaat over het terugwinnen van grondstoffen? Zelf ben ik daar niet betrokken bij geweest. Er is wel een onderzoek geweest naar medicijnresten of daar last van is. Ik neem aan dat ze daar geen last van hebben. Dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar het heeft volgens mij met het droogteproces te maken. Maar dat heeft denk ik weer meer met
Of er nog microbi-organismen aanwezig zijn. Maar het droogproces is uit mijn hoofd rond de 60 graden. Dus dan worden die bacteriën gaan dan dood. Medicijnresten durf niet te zeggen. Of we daar last van hebben. Er zijn in ieder geval wel onderzoeken geweest. En het heeft een einde afvalstatus. Dus het kan nu gebruikt worden als landbouwproduct. Ik neem aan dat ze er geen last van hebben. Volgens mij is medicijnresten bij een waterzuivering sowieso een groot vraagstuk. Waar gaat het heen? Waar houdt het zich aan vast? Heeft misschien iemand anders hier al ervaring mee? Medicijnresten in struwiet. Blijft een beetje stil. Oké, dan ga ik even door met de vragen. Is er last van aanwas in de tankwand van de reactor? Ja, dus dat noemen we dan scaling. Dat gaat inderdaad aan de wand zitten. Ik heb ook wel het idee, het korrelbed wat in de reactor zit, dat heeft een bepaalde schurende werking op de wanden. Dus je ziet dat de laag op de wand best wel dun blijft. Het is niet dat je hele plakkaten op krijgt. Maar waar we wel aardig last hebben is bij de recirculatiepomp, omdat dat toch een bewegend deel is. Het is een soort van propeller. Daar merk je wel dat het best wel een dikke laag kan worden. Dus twee keer per jaar is reinigen met citroenzuur wel nodig dan. En wat ook, dus ik moet ook te bedenken, omdat je hebt een soort van kruispunt waar het water omhoog recirculeerd wordt. Daar komen ook de toevoeren bij, dus de centraat en de filtraat, maar ook de magnesium en ammonium. En je ziet dat daar nog wel eens een soort van schedeltje aan de struviet blijft hangen, echt een blok. Maar op zich met die twee keer zuur bereinigen werk je dat wel weer mooi weg. Oké, dankjewel. Ik zie nog Erik een vraag hebben. Ja, Bram. Wij hebben hier ook een ANFOS struvietreactor en we merken dat, dat het droge stofgehalte van het centraat, wat van de centrifuge komt, best van invloed is op de werking van de struvietreactor. Hebben jullie dat ook? Merken jullie daar ook dat het van invloed is? Ja, dat klopt, ja. Daar hebben we inderdaad ook last van. Enerzijds kan het zijn dat de korrel donkerder wordt gekleurd. Ik vind het nog lastig te correleren van ligt het nou aan hoe hoog de droogstofgehalte is. Of dat er een bepaalde stof zit in de centraat of filtraat. Volgens mij komt het vooral bij ons uit de eindontwatering. Of dat juist eraan hecht. Er is wel een studie naar geweest waarom die korrels soms heel donker kunnen zijn. Dat is door een universitaire student uitgevoerd. Die kwam een heel eind, maar die kon zijn onderzoek helaas niet afmaken. Maar je dacht dat het te maken kon hebben met de thermische drukhydrolyse. Daarbij wordt dus het uitgegist slip verhit tot 150 graden. 155, sorry. En dan kan het zijn dat melanoïden ontstaan. En dat zou een stof kunnen zijn wat dan hecht aan de korrel. Alleen dat ze nog niet helemaal uitgesloten of dat dan ook daadwerkelijk die melanoïden zijn. Oké, ja, maar anderzijds over die droge stof. We hebben ook aan het begin gehad, toen we veel kleine korreltjes ook hadden, is dat de droge stof als een soort van parachute, zeg maar, die korrels de reactor uitdrijven. Ja. Dus, ja. Dat is wel belangrijk. Dat, ja, dat idee hadden we hebben wij bij ons ook. Ja. Dat, inderdaad, dat herken ik wel. Ja. Dankjewel. Nog een interessante vraag uit de chat. Hoeveel fosfaat zit er nog in het slip dat jullie afvoeren? Goeie vraag. Ik durf hem niet te stellen. Maar ik neem aan van het ontwaterd slip, dus eindontwatering. Als iemand die kan toelichten. Ja, die bedoelde ik, ja. Ik was benieuwd omdat je natuurlijk ook fosfaat centraal kunt verwijderen uit slip. En ik denk, is dat nog de moeite waard bij jullie slip? Of uiteindelijk niet meer omdat er niks meer in zit? Dus dat was eigenlijk de achtergrond van deze vraag. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Die getallen ken ik niet, nee.
Het zal ongetwijfeld ook wel veranderen, zeg maar. De ene keer maak je meer chemisch lip. Ik weet ook niet of het van chemisch lip de af te halen is, zoals ijzerfosfaat en aluminiumfosfaat. Maar de ene keer heb je daar dus wel meer van en de andere keer minder van. Maar ik durf de getallen niet te zeggen of er veel in zit. Ja, want daar zat ook mijn vraag, Bram, inderdaad. Van is jullie drijfveer nu geweest het struviet voorkomen in de leidingen? Wat ik me goed voor kan stellen, want als je het iedere week schoon moet maken, nou, dat ben je snel beu, denk ik dan. Of is jullie reden vooral geweest fosfaat struviet terugwinning uit het slip? Ik heb begrepen dat ze toen de opdrachtgever volgens mij toch een soort van blanke kaart hebben gegeven van we willen graag fosfaat verwijderen op een duurzame manier. En volgens mij is de leverancier dan met deze oplossing gekomen. Oké. Okay. Er werd ook nog gevraagd of deze sheets nog verspreid worden. Ja, die zijn dan weer terug te vinden op de website. En volgens mij zijn we dan rond met deze vragen, René. Ja, ik denk het ook. Ik zie nog wel wat vragen in de chat voorbij komen, maar het lukt niet om ze allemaal te benaderen en om er nu eentje uit te kiezen. Dat is ook weer zo lastig. Maar goed, Bram, volgens mij jij bent altijd benaderbaar. Ik heb je gisteren ook gevonden op LinkedIn, dus mochten mensen vragen hebben, dan is dat een mooi plekje om te zoeken. Ik zie nog een antwoord op de vraag van Frank Peters, collega. Ja. Die zei, ik heb onlangs langs zien komen dat er tussen de 12-20% van het fosfaat wordt verwijderd. Oké. Dat slaat dan op die vraag van of er nog slip in het fosfaat in het slip zit, wat afvoeren. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Ik wil langzaam maar zeker toe naar een afronding. Dan kunnen we ook keurig netjes op tijd stoppen. Wissam, hartstikke bedankt voor het regelen van de sprekers van vanmiddag. Want mijn rol was slechts een beetje te aan elkaar praten. Maar jij hebt het echte werk gedaan. En natuurlijk een dank voor de sprekers. Koos om mee te beginnen. Toen Erik en toen Bram. Ik zei het net al, geheel belangeloos hebben jullie en we zeg maar de bijdrage hieraan geleverd. En ik vond het toch wel weer een heel inspirerend webinar om van elkaar te horen. De diverse toepassingen van cellulaire terugwinning. En wat dat ook betekent voor de operator van nu. Hè? Vroeger, als ik hem heel zwart-wit zeg, alleen het accent op goed effluent, goed gezuiverd water en ontwaterd slip. Naar een veel bredere kijk op energie terugwinning, maar ook op grondstoffen terugwinning. Dus hartstikke mooi. Nogmaals, de sheets en de presentatie die komen inderdaad op de site te staan. En dat is de laatste keer dat ik er reclame voor maak op waternetwerk.nl. Daar staat hij al. Carla heeft hem al in beeld. Hè? Dus daar vind je het een en ander op terug. En ik kijk heel even naar Dick. Dat hebben we van tevoren niet af kunnen stemmen, Dick. Maar of we de primeur voor volgend jaar al bekend mogen maken. Nou, ik wilde net mijn handje opsteken van ga je nog wat vertellen over de primeur voor volgend jaar. Dus, dat laat ik dan helemaal aan jou over. Nee, dan moet ik de exacte datum, die ben ik dan even zo snel in de gauwigheid kwijt. Volgens mij heb ik. Dat is woensdag, dat is 23 maart 2022. 23 maart, nou dan willen we de volgende bijeenkomst organiseren. En als ijs en weder en corona het toelaten, dan willen we dat gaan doen op de energiefabriek in Hengelo. Het liefst daar ter plekke, maar goed, we moeten kijken hoe dat gaat lopen. En anders wordt het waarschijnlijk in ieder geval een hybride vorm waarin we wat gaan doen. En dus daar willen we de volgende keer zal het zijn. Dus dat is eind maart, dus zet hem vast in je agenda. Dan hebben we een nog grotere groep dan vandaag misschien. Ja, hè, dus 23 maart dan inderdaad wat ik zeg, hopen we ook weer een keer ter plekke te kunnen. Het zat er voor vandaag niet in en ook echt niet in als ik de recente cijfers, het weekgemiddelde is sky high, heb ik net in de pauze even meegekregen. Maar laten we hopen dat het tegen die tijd alweer een stuk beter te doen is. Ik kijk even de collega's langs. Wissam, Carla, ik ben niks vergeten te melden, denk ik, hè? Nee, denk het niet. Dankjewel, René. Oké. Hey, rest ik nogmaals bedankt en ieder. En wens ik en ieder nog een fijne middag. En vooral weer een
veilig naar huis, maar dat is tegenwoordig niet meer dan van de zoldertrap naar de woonkamer. Maar ja, let erop dat je niet struikelt, ook op die trap niet. Hey, tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt allemaal. Jo, graag gedaan. Nou, die ging mooi, hè? Ach, ja, ik denk, Carla zal nog wel even blijven hangen. We moeten even kijken dat iedereen uitcheckt. Ja, volgens mij zijn we daar ver, denk ik. Ja, ik ben nog wat mensen aan het uit. Niet dat we nou grote geheimen gaan delen, maar... Nou, ging prima, denk ik, zo keurig op tijd, toch? Dat, of althans keurig op schema en leuke bijdrage ook weer. Dus prima.